Hallo mensen, welkom bij Postal 2, nieuwe aflevering. Het ziet er vredig uit, we gaan op papa pissen. Je ziet wel naar het intro. Oké, people, let's go to work. Zo, en we gaan naar de cemetery, want dat hadden we vorige keer beloofd. We moesten helemaal naar de kerk. En hier lopen allemaal terroristen voorbij en ik vertrouw ze niet. Ik vertrouw ze echt voor geen meter. Maar ze lopen hier in ieder geval wel in deze buurtomgeving. Politie loopt er zelfs bij. En we gaan nu naar de cemetery. Ik durf ze ook helemaal niet aan te raken, die mensen. En we komen in een nieuw gedeelte in de game. Niet afgesloten. En ik zie daar echt... Wat is dit allemaal? Wat? Worden hier die lijken in opgeborgen of zo? Wat? Chemicaliën, zooi? Ik weet niet waar ik loop nu. Ik loop helemaal achter de cemetery, maar we gaan naar papa toe. Want papa ligt hier ergens begraven. Ik denk dat we papa niet zo mogen, aangezien we over zijn graf moeten plassen. Het is echt grote grove woorden. Is dit hem niet? Is dit hem niet? Hier staat namelijk... Mr. Dude, sir, hated and reviled father. Een gehate vader. Ik ga gewoon proberen. Yes! Gelukt! Hier ligt papa. Next. Oké, dat is gelukt. Oh. What the fuck? Sensort. Echt, hè? Holy fuck. Oh! Holy shit! Ik ben gewoon keihard knock-out geslagen hier. Oh my god, hebben ze me gewoon... Wat gaan ze doen? Ben ik levend begraven? Oh shit, ik heb de shovel. Kom maar jongens. Hè? Huppakee. Je gaat niet van mij, jij bent niet van me af jongen. Jullie komen niet hier uit. In deze deur, jullie komen hier niet uit. Jullie komen hier zeker niet uit. Blijf je maar in de hoek staan. Hè? Zo, dat heb je ervan hè, als je op me zit. Hè? Huppakee. Huppakee. Lekker, huppakee. Vieze lul. Vieze lul. Huppakee. Dat krijg je ervan als je dol met mij. Met je Tamix. Zo, wat voor wapens hebben we allemaal? Ben ik serieus al mijn wapens kwijt? Dat vind ik wel echt heel erg zonde. Maar we gaan verder met deze schop. Huppakee. I'm the damn gimp. Oh, great. Oké, okay, dit had ik dus niet verwacht. Dat is echt niet cool, dit. Man, I can't go home looking like this. I better go pick up my dry cleaning. Let's see. Guess I need to go here for that. Oké, okay, ik moet dus mijn kleding ophalen weer. Er is een nieuw iets bijgekomen. Ja, ik kan zo echt niet lopen, zeg maar, door de straat heen. Hoe? Dit is echt vreselijk. Kan ik dit echt niet uit in die kleding? That's the stuff. Oh, shit, shit, ze schiet op me. Kom maar jongens, kom maar hè. Kom maar, kom maar. Ik pak dat wapen af. En ik knal hem uit je handen nu hè. Ik knal hem uit je handen. Kom maar hier. Kom maar hier. Huppakee, en pak me dat pistool maar even af. Zo, wil je nu nog maar tegen mij hè? Wil je nu toch tegen mij schieten? Shit, shit, shit. Huppakee. Dankjewel voor de wapen. En dankjewel voor deze alternatieve wapens. Oké, we hebben een shotgun. Waar zitten we in vredesnaam hier? Ergens in een loods. Ik weet ook echt niet waar we zitten. Kan ik het op F zien? Maar we zitten dus ergens bij de mall, denk ik. En ja, ik kan zo nu toch niet door de mall heen lopen. Dit waren mijn spulletjes dus. Oké. Okay. Was enter to read today's headlines. Caucasian to host balloting. Echt hele rare dingen in die krant.
staat er een, er staat er een, er staat er een met een wapen. Oh, er komen echt heel veel naar me toe nu. Oh, er komen heel veel om af nu. How would you like? Kom maar jongens, kom maar. Kom maar, headshot. Zo gaat lekker, zo gaat lekker, zo gaat lekker. Huppakee, kom maar. En nog 10 kogeltjes. En wat wordt hier gebrouwen, joh? Huppakee. Headshot. What the fuck zijn ze hier aan het doen dan? Is dit bier of zo? Ik weet het echt niet. Ik weet wel dat we een beter wapen hebben. Dat is namelijk onze... Even kijken, waar zit je verstopt? Hebben we nog steeds niet? Oké, okay. Komt dadelijk wel. Ik vind het jammer dat mijn armor is verdwenen, want ik had namelijk allemaal armor gevonden. Toen ik op de weg ging naar de... Naar de begraafplaats. Ik denk dat we hierin moeten. Holy crap. Dit moet niet gaan... Meen je dit? Ik moet helemaal opnieuw beginnen, mensen. Had ik maar even opgeslagen. We skippen wel naar het stuk. Voilà, we zijn terug op dit stukje. En ik heb eigenlijk goed gespeeld. Wat is dit? Oké, ik kan dus een pijp gaan roken. Waar moeten we in vredesnaam heen? Ik denk dat we deze dingen nu op moeten lopen. En we komen eigenlijk inderdaad steeds hoger. Het zou mooi zijn als we nu ook ergens kunnen komen. Zo. Kijk, we zijn nu een stukje verder. Ik weet ook niet waar we zitten, onder de grond of iets. Halalala! Halalala! Wil je niet doodgaan? Hier! You go, girl. Dankjewel voor dit McDonald's zakje, meneer de poepen, poeper. Wat kunnen we hier eigenlijk doen? Oh, wauw, dus hele... What the fuck, dat is een machine of zo. Dag meneer. Komt u mij een beetje... Wat gaat u doen? Oh, weer als je beweegt, hè. Ik schiet je door je hoofd. Ik schiet je door je hoofd. Ik schiet je door je hoofd. Hoppakee. Next. Oh, dit... Hoppakee. That's gotta hurt. Ik hoor mensen komen. Oh, ze zit daar boven. Ik zag het al. Ik ga hem schieten vanaf hier. Dat gaat lukken. Let op. Ja, huppakee, hij is dood. En nou moeten we denk ik door deze machine heen. En dat ziet er niet echt fijn uit. Woe! Jump, 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 shit. Ik wist niet wat ik moest doen. En daar kunnen we denk ik ook niet heen. Ik loop gewoon via de zijkant, loop ik heel voorzichtig eromheen zo. Huppakee. Wauw. Holy crap. Ze zijn nog steeds achter me. Is hij dood? Nee, hij is nog niet dood. Nog steeds niet dood? Waar ga je niet dood, meneer? Allemaal mais is dit of zo. Volgens mij is het mais. Wordt hier brood gemaakt of iets dergelijks? Ik denk het. Ga maar in de fik, meneer. Hoppakee, dankjewel. Holy shit. We gaan die inlopen. Holy fuck, nou moet ik echt dit pakken. Ik gooi ze echt niet op een goed moment. Gooi ze echt in een goed moment. Hoppakee. Nou moet ik er nog eentje gooien. Als het nou niet goed gaat. Nee, 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 nog niet goed. Nog niet goed. Vince, kom op. Ik kan geen granaat gooien, helaas. Sorry mensen. Ik heb het een beetje verpetst. Deze kan ik wel gooien.
Huppakee, wat gaat er gebeuren met hun? Oh shit, ik mag niet in die vieze zooi kopen, in die chemicaliën. Oké, moet ik even wachten tot die damp weg is? Voor mij is het een rotte geur of zo. Oh, er komen meer mensen, joh. Oh, damn, dit is echt pittig, joh. Holy fuck. Ze vlogen door de midden, zag je dat? Holy. Ik heb gerookt en ik heb gelijk 125% leven erbij. Holy crap, wat is dit? Oké, hier ga ik opslaan. Mocht ik hier vallen, dan ben ik sowieso niet te lul. Oké. Oh, ik word op een schoot hier ook in die kring. Oh, waar dan? Oh, daar. Huppakee. Val me naar beneden. Even brand gewoon. Haha, doei! Opzouten, viezerik. Zo. Hoe komen we hier ooit uit? Komen we hier wel uit? Halalalala. Hoppakee, alsjeblieft. Ik weet niet of we moeten springen hier, of moeten we ons laten vallen, dat... Ik heb het gevoel dat dit elk moment kan instorten, zeg maar. Oh, hij heeft gewoon die granaat laten vallen. Ik dacht, hij had hem ook geactiveerd. Mooi, dan hebben wij ook weer een granaatje. Oh, wat grappig dat er allemaal spikes om een wapen staan. Zie je dat? Allemaal spikes. Het wordt natuurlijk bij mijn kostuum helemaal apart gedaan hoor. Hoe komen we hier weg? Hoe komen we hier weg? Het is voor mij een raadsel. Hier, ik hoop dat hier het einde is. Jongens, wat een gezeik joh. Ik word gewoon in een iets opgesloten. Ik snap er geen reet van. Well, those people didn't seem very happy with me at all. Better watch my ass. Rednecks zijn nieuwe mensen. Ze hebben de protesters, de boekprotesters en van die game. Dus we hebben allemaal mensen tegen ons. En ik ben bang als ik nu buiten kom, dat mensen niet echt gaan leuk apart gaan reageren op mijn kostuum. En ik moet namelijk wel naar buiten. En mensen mogen me echt niet zien op deze manier. Dus ik loop even via de bovenkant hier weg. En dan gaan we kijken hoe we zo snel mogelijk onze kleding kunnen ophalen. En dat is helaas helemaal de andere kant van de stad. Nou, hartstikke fijn dit. Wens me geluk. We gaan via deze kant gaan we verder. La 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 la. Dag meneer. Oh, daar moet ik heen. Dat loopt niet goed. Ik moet daarheen dus. Oké. Wat is hier? Kogels. Oké, netjes. Kunnen we hier nog wat in vinden? Ja, hier lag granaatjes in. Mooi zo. Kijk, je vindt overal in de map vind je wel dingetjes. Dat is wel fijn. Wapens hebben we sowieso nodig. Oh, wat een mooie fontein is hier gemaakt, zeg. Daar moeten we ook naartoe, want we gaan door het winkelcentrum, moeten weer terug. Ik denk via die kant. Het lijkt net zo entertainer, omdat ik door die... En die mal loopt, zeg maar. Wat kunnen we hier eigenlijk halen? Wat zijn dit dan weer? Kun je die tabak halen of zo? Dag meneer de politie. Hallo. Oké. Dag meneer. Back of the line? Moet ik terug in de lijn? Waar zie jij een rij staan hier? Ik wil gewoon een pijpje. Oké, we gaan betalen en ik krijg een pijpje van die meneer. I'm sorry, but you need more money. Shit. Moet ik meer geld hebben? Serieus, kost dit zo duur? Ik pak hem gewoon zo op, ja? Oké.
Oké, mensen lachen me uit. Geniaal. Prachtig gedaan ook in die game. We gaan hier naar beneden. Dat moeten we. In ieder geval, dat denk ik. Ik kan daar niet heen. Waarom is dat afgezet? Schandalig. What the fuck? Ik ga hier naar binnen. Dit is een geheime route, denk ik. Hé, hey, en nog een pijpje. Zie je, we hebben geen pijpje te kopen. We gaan gewoon via de secret route. En armor, mooi zo. Oké, dat heb ik. Mooi zo. Lekker, joh. Mensen grillen ook heel droog in die game. Als je iets doet wat niet mag, dan grillen ze gelijk, weet je wel. Man, I gotta stop smoking this crap. Cops in the hood. Oké, wat is dit allemaal? Zijn ze... Holy shit, ik kon iemand schieten. Volgens mij zijn dat die gasten die me niet mogen. Ik rijd gewoon door. Ik moet weg van deze kleding. Ik moet echt... Ik zit aan de verkeerde kant. Shit! Ik moet terug. Renovation. Oké, het is gerenoveerd hier. Ik kan niet door het winkelcentrum. Ik moet dus op een of andere manier hier wegkomen. En ik weet niet hoe. Ik ga het even uitzoeken. En dan zie ik je volgende keer terug in een nieuwe aflevering van Postal. Postal. Doei, doei.